De transgender community is het afgelopen jaar behoorlijk vaak in het nieuws geweest. Dus met de zichtbaarheid zit het wel goed. Maar hoe zit het met de emancipatie? Wij zijn vandaag bij de Q Factory in Amsterdam bij de opening van de Trans Pride. Welkom bij Europride TV. Ivo, allereerst, wat heb je een mooi pak aan? Het zijn de juiste kleuren, toch? Ja, dit is de, zijn de kleuren van de transvlag. Waar staan die kleuren voor, weet je dat? Ja, een beetje heel simpel gezegd. Jonge meisje, neutraal. Ja. Jullie organiseren de Trans Pride. Waarom doen jullie dat? Omdat we toch we doen het binnen de Europe Pride en ook binnen de Gay Pride. Daar zijn we een onderdeel wel van. Maar met een eigen programma. Omdat we vinden dat we een eigen verhaal en eigen geschiedenis hebben te vertellen. Kijk, bijvoorbeeld, er wordt vaak gesproken over homofobie. Gooit iedereen alles op één hoop. Maar je hebt ook transfobie. En het is een heel ander verhaal dat jij als transman wordt in elkaar geslagen. Of als transvrouw. Dan gaat het gaat vaak over je identiteit. En niet over je seksualiteit. En dat is het verschil. Zegt de Trans Pride, je bent een van de ambassadeurs. Waarom doe je dat? Waarom wil je dat doen? Omdat ik gewoon wil zeggen tegen iedereen gewoon dat om jezelf te blijven en niet door iemand moet laten beïnvloeden. En dat er ook nog veel onbegrip is over transgenders. Om ook gewoon uitgebreid te informeren over transgenders. Je zegt veel onbegrip. Wat kun je een paar voorbeelden noemen wat je merkt dat mensen misschien niet begrijpen? Veel mensen denken dat de ouders daarvan hebben gezegd dat het kind zo moet zijn. Maar je kan een kind niet zeggen wat je moet zijn, want dan zou het kind gewoon helemaal flippen. Hoe is het eigenlijk gesteld met de emancipatie van transgenders op het moment? Het gaat wel iets beter. Kijk, doordat we zelf ook veel doen en we laten ons verhaal vertellen, ons verhaal. Nou, dat kan je zien bijvoorbeeld aan Rens, die is nu 12. Goede activist, goede ambassadeur voor de Transpride. Dus die laat ook zien van nou, ik ben een jonge jongen, ik ben transgender en ik laat zien dat ik er ben. Maar het is natuurlijk nog niet echt goed gesteld. Want er is nog steeds discriminatie. Er worden over de wereld heel veel transgenders vermoord. Achtergesteld. Mensen begrijpen het verhaal soms niet. Maar doordat we het zelf vertellen, komt het vaak dichterbij. Het kan je zoon zijn, je dochter, je vader en moeder, je buurjongen, je buurmeisje. Dus dan komt het, ja, dan is het vaak dichterbij en dan kunnen mensen het makkelijker begrijpen. Louise, allereerst, het ziet er prachtig uit. Nou, dankjewel. Het is een zwaar ding, of niet? Heel zwaar, ja. Zeg, je bent ambassadeur voor de Trans Pride. Ja. Waarom heb je ja gezegd? Nou, omdat ik het wel mooi vind om toch het taboe wat er nog steeds heerst eigenlijk weg te halen. Maar ook vooral het taboe die nog in onze eigen kring eigenlijk heerst. Dus ja, daarom ben ik er. Okay. En je zegt taboes. Wat voor taboes merk je dan? Nou, in onze kring merk ik vooral jaloezie op elkaar. Dus dat er bijvoorbeeld net iemand bezig is om vrouw te worden, die wordt dan belachelijk gemaakt door andere transgenders. Daar krijg ik vaak e-mailtjes over. Dus vandaar dat ik zoiets heb van, daar ga ik me ook gewoon voor inzetten. Ja. Want in feite zijn we één grote familie. Vandaag wordt ook de verklaring van Dordrecht ondertekend. En wat houdt dat in, die verklaring? Die verklaring van Dordrecht, ik weet niet precies wanneer die is gestart. Maar die is nu al een tijdje in allerlei steden ondertekend. Amsterdam is nu iets later. Maar goed, hij wordt toch ondertekend door de wethouder Simone Kukenheim. En dat houdt in dat de gemeente Amsterdam zorg gaat dragen voor transgenders op het gebied van werk. En dat is denk ik erg belangrijk. En dat is ook weer een stap verder in de emancipatie. Dat is alleen maar goed. Ja, we maken wel een beetje dansen. Lijkt wel een bejaardenclub hier. Come on. Ja, ik zeg het gewoon. The road has been tough, but at the end was love. The woman and me, who I was meant to be. I gave everything I've had. What you see is what you get. Now I am free. Well, this is me. And this is me.
Dit was de Europride TV vanaf de opening van de Transpride in Amsterdam. Wil je weten wat er allemaal te doen is tijdens de Transpride of de rest van de Europride? Check dan even onze site. En wij zien jullie snel weer terug. Tot de volgende keer. Tschüss, tils nesta gang. Doei!